Goedemorgen allemaal, wat leuk dat jullie luisteren naar de aflevering. Vandaag gaan we het hebben over het stagepact en stageervaringen. Ga jij binnenkort op stage of vind je het gewoon interessant? Blijf dan lekker luisteren. Mijn naam is Tanisha, stagiair bij de Green Office. En vandaag zit ik aan tafel met de stagiairs van het Flowbureau op het ROC Zuid. En, ik zou jullie zelf kunnen voorstellen. Ja, <laughs> mijn naam is uh, en ik ben 25 jaar en ik uh, zit op. Uh... MBO-college Zuid en ik, werk nu, of, ik loop nu stage bij het Flowbureau <laughs> aan de mediakant. <laughs> ik ben Floortje, ik ben 20 jaar. Um, ik doe de opleiding Media Redactie en ik loop nu stage bij het Flowbureau, ook aan het Mediateam. Oh uh, ja, en ik doe uh, opleiding Marketing en Communicatie. Yes. <laughs> ja, uh, ik ben Mirko, ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding Marketing en Communicatie op het uh, MBO-college Hilversum Media Park en ik loop ook stage bij het Flowbureau aan de mediakant. Yes, en um, hoe zijn jullie op jullie stage gekomen um, op het Flowbureau? Flow um, nou ja, ze ging bij mijn klas ging Mandy, dat is uh, een van de pro projectleiders, ging met twee oude flowies ging ze een presentatie geven uh, bij ons in de klas. En toen eigenlijk gelijk daarna heb ik gesolliciteerd. Oké. Okay. En um, ik kreeg eigenlijk een mailtje van het Flowbureau. Uh, ze stuurde gewoon aan elke student een uh, mailtje van... Uh, Yo, wil je stage lopen? Dit, dat. En toen heb ik daarop gereageerd. Heb ik nog even de instellingen gecheckt. En uh, zag er uh, leuk uit. Dus uh, ik dacht, waarom niet? Ben ik gaan solliciteren. Uh, ja, um, het was een dag voor de vakantie. En ik had berichten, gestu mailtjes gestuurd naar stageplekken. Maar ik kreeg gewoon geen antwoord. Heb ik het Flowbureau ontdekt op stagemarkt. Heb ik snel een e-mail verstuurd. Kreeg ik al antwoord, de dag zelf. En toen... De na de vakantie, kerstvakantie kon ik al op sollicitatiegesprek en toen ben ik aangenomen. Yes, en je, zei, je sprak net over dat je uh, heel veel mailtjes had gestuurd en geen antwoord kreeg. Was het voor jullie moeilijk om een stage te vinden? Jawel, ik begon al in september toen school begon en ik stuurde elke week wel twintig mailtjes naar stagebedrijven. Maar je kreeg nooit antwoord of je kreeg antwoord nadat ik al moest beginnen met stage en dan is het al te laat. Dus ik had met geluk ja. dat het voorlopig al twee uurtjes na de mailtjes al reageerde. Maar het was wel heel laat, ja. ja. Ik kreeg wel bij een bedrijf, dat ik gesolliciteerd. En dat duurde serieus drie maanden voordat ik een reactie kreeg. En toen was het van, ja, je hebt niet genoeg ervaring. Maar stage is juist voor, om meer ervaring op te doen. Ja. Dus dat vond ik een beetje raar, rare Dat <laughs> ja. is ook raar. Uh, bij mij ging het... Um... Ik kreeg... Ik had, um... ja, ik had bijna alleen mijn vrouwbureau gesolliciteerd. Maar ik had, wel wat <laughs> ik had ervoor wel wat mailtjes gestuurd en zo. Ik denk misschien hooguit tien of zo. En ik heb de, uiteindelijk uh, van drie uh, reacties gehad. En daar zat het Bureau bij. Maar inderdaad ook wat Floortje zegt. ging ook naar een andere sollicitatie. En het was alleen maar, waar heb je, wat zijn je ervaringen? Wat zijn je ervaringen? Wat zijn je ervaringen? En het blijft alleen maar op ervaringen of zo. Ik had me echt moeten inhouden. Ik dacht, ik wou ja. echt opstaan gewoon van... Uh, volgens mij heb jij gewoon een medewerker nodig... in plaats ja. van een stagiair. Ja, en hoor, uh, ja. hij vroeg ook niet... Hij, vroeg, hij, 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 hij vertelde ook niks over het bedrijf en zo. En uh, ja, ook niks over mijn opleiding en zo. Je, uh, het kwam echt over uh, alsof ze gewoon een soort uh, werkpaardje nodig hadden. Ja, ik zie echt steeds vaker dat dit soort verhalen... ook bij anderen voorkomen. Ja. En ik hoor ook van jullie dat echt... een soort van een soort situatie was... <laughs> Um, en dan wil ik van jullie weten, of ja, weten jullie wat het stagepact is? Nee. nee. Ik, ik zou het echt niet weten. <laughs> Oké, okay, het stagepact is dus een pact dat is gesloten door gemeente Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat iedere mbo'er een eigen uh, plekje heeft in onze stagecultuur. Dus ervoor zorgen dat jij evenveel verdient als een hbo'er. En dat een bedrijf die alleen eigenlijk hbo'ers of W-ers aanneemt, ook mbo'ers gaat aannemen. Wat zijn wo'ers? Wo ers zijn um, universiteiten. Universitaire stagiaires en oh, allemaal okay. dat soort mensen. En um, ik ben dus daar geweest. Ik ben uh, bij het stagepact aanwezig geweest toen alles werd getekend. En het was een hele leuke ervaring. Uh, Huberto Tan was daar, de koning was daar en een heleboel belangrijke mensen van Ajax, thuiszorg, noem het maar op. Uh, en er waren alleen maar bedrijven die inderdaad het ermee eens waren van, MBO'ers moeten ook een plekje krijgen hier. Um, en ik vond het heel mooi om mee te maken en om te zien. Er, was, er werd ook echt feest gevierd, mensen waren ook echt blij. Er waren ook studenten bij en die zeiden ook, dit maakt echt een groot verschil voor ons. Um, en ik vond het heel mooi om te zien en om ook om mee te maken. Um, het stagepact is dus eigenlijk in samenwerking met de vertegenwoordigers van studenten, MBO-scholen, docenten, werkgevers en de gemeente. Um, en ja, wat is jullie ervaring eigenlijk met stage tot nu toe? Um, ik denk toch wel. Wat ik zelf heel erg merk eigenlijk met het solliciteren op vacatures is, is toch wel als er staat MBO, HBO, WO, merk ik toch wel heel erg snel dat bedrijven toch meer neigen naar een HBO-student. Wat ik soms wel een beetje jammer vind. Maar. Ik ook. Ja, ja. Wat ga je eraan veranderen? Ja. Hebben jullie dat gevoel ook? Nee, ik niet. Nee. Mag jij de vraag opnieuw even stellen? <laughs> ik had het erover dat ik merk toch wel als er wat? <laughs> <laughs> oh mijn god. Jij met wel. Nou, ik merk toch wel met, als ik ergens op solliciteer waar MBO, HBO en WO-studenten op kunnen reageren. Merk ik toch wel heel erg snel dat bedrijven toch naar een HBO of een WO-student wo neigen dan een MBO ja hangt er vanaf op welke soort stageplekken je solliciteert, want als je echt op stageplek solliciteert waar je meer doet dan achter de computer staan, vind ik sneller dat ze reageren op een MBO-student. Maar op het moment dat het echt meer achter de computer is, er, ja, dan zijn ze wel heel snel geneigd om meer ja. op een HBO of een WO-student te gaan. Maar ik had uh, ook laatst wat bijvoorbeeld voor de koninklijk huis gesolliciteerd. Ik weet niet of dat erin mag eigenlijk. Überhaupt. Oh, wacht, ik zag die vacature ook, ja. Ik zag het op TikTok en toen dacht ja. ik, oh mijn god, daar ga ik op solliciteren. Uh, toen was het heel raar, want ze zeiden van ja, um, uh, toen zeiden ze van, uh, het sluit niet aan op jouw opleiding. Maar ik moest precies doen wat er op mijn opleiding gedaan werd. Ja. Toen ja. dacht ik, hm, oké. Okay. Ja, <laughs> Het ligt gewoon aan iets anders. Ja, het ligt 100% aan iets anders, maar ja. Oh yes. yes. En wat is jullie leukste ervaring of uh, herinnering uh, bij het vrouwbureau? Jordi Kruijf interviewen. Ja, dat was <laughs> wel een hoogtepunt. Um, mm, even kijken. <laughs> ik vind gewoon al, bijna alle events vind ik wel heel erg leuk. We zijn in de eerste week van onze stage zijn we naar Deventer geweest. Toen um, moesten we portretfoto's maken van um, uh, jonge ambtenaren, want het was een jonge ambtenaarverkiezing. Dus dat was al gelijk een leuke eerste opdracht. Oh, dat klinkt leuk. Ja, ik denk de leukste ervaringen ervaring of herinnering zijn toch wel de evenementen die we hier doen, want het is wel echt anders dan andere stageplekken. We worden echt meegenomen in het proces, bijvoorbeeld. En bij heel veel stageplekken wordt het afweer gedaan en zit. Op het evenement maak je foto's of zo, maar hier bij het Flowbureau uh, maak je een drive bijvoorbeeld. Er worden offertes verstuurd. Um, je doet het allemaal gewoon. Je wordt echt meegenomen in het proces. En dat zijn dan toch wel leuke ervaringen en herinneringen, wow, herinneringen die ik heb dan bij het Flowbureau. Ja, oh. Zoals ik al zei, uh, ja, de evenementen wat Mirko zei. Um, ja, je doet veel dingen. Nou, bijvoorbeeld Jordi Kruijf interviewen. Uh, en uh, rollatorloop was ontzettend leuk. Dus je komt op veel plekken. Ja. Oh, dat klinkt leuk. En ja, heb je dan ook iets vervelends meegemaakt? Ik heb zelf nog geen uh, vervelende ervaringen gehad tijdens mijn stageperiode. Nee, we hebben nog niks stuk gemaakt. We hebben nog niks <lacht> laten <lacht> vallen. Nee, <laughs> dus, uh, <laughs> laten we het ook houden. Ja. Ja, <laughs> ik denk dat we echt winnen was, was die eerste week voor alle stagiairs. want we waren heel erg op onszelf uh, ingesteld dus we hadden niet heel veel gesproken met elkaar en na even wennen qua twee weken of zo was het echt dat we naar nou, elkaar begonnen toe te groeien maar eerste twee weken was het wij even wennen dat zal dan een ervaring zijn die ietsjes minder was dan ja ja nu oké okay, en um, nou als jij dus iets vervelends meemaakt of wat dan ook meld het laat het weten hou het niet voor je ja? en um, dit is mijn allereerste stage ik weet nog hoe nerveus ik was om te gaan beginnen uh, met mijn stage en jij zei het net al je bent een beetje terughoudend. Uh, je moet nog aan elkaar wennen. Hoe was dat voor jullie? Uh, voor mij. Ja, ik weet van mezelf, ik ben best heel stil. Maar ik ben ook zo ingesteld. Als ik ergens nieuw ben, praat ik meestal niet. Ik ben gewoon echt, echt op mezelf ingesteld. Als er vrij momenten zijn, zit ik, ik echt op mijn telefoon. Ik probeer gewoon geen gesprekken met iemand aan te gaan. En dat af en ik kon wel zien dat dat uh, invloed had op de groep. Want iedereen was dus zo ingesteld. Of als je mensen kende van school zelf. En was het, dat was eigenlijk degene waar je mee sprak. Dus voor mij was dat het dan eigenlijk. Ja, ik had wel het geluk dat ik... Uh, Doenia, die loopt ook stage bij het Flowbureau. En ik zit met haar ook in de klas. Dus ik wist al van... Oké, okay, ik ken gelukkig al één iemand. Ja. Dus dat was al heel erg fijn. Maar ja, toch ben je op de eerste paar dagen ben je toch wel een beetje ja. nerveus. Ja, dus dat uh, had ik ook zeker. Nou, uh, ik denk dat ik uh, iets niet leuks ga zeggen. Maar ik ben dus totaal niet zo... Oh. <laughs> Ik heb dat ook al laatst een uh, beetje duidelijk gemaakt. Ja, we gingen eerst even de eerste paar weken uh, evalueren, zeg maar. Maar uh, nee, het is een ontzettend leuke groep. En dat, uh, het ging wel snel. Het ging echt van de een of andere week van ja, wat hun zeggen naar uh, gezellig. Kijk, dat is belangrijk. En ja. hebben jullie dan ook tips voor mensen die ook voor het eerst op stage gaan? Hebben jullie tips van hoe je kan voorbereiden? En als je op stage bent, wat moet je wel en niet doen? Hebben jullie daar misschien tips voor? Ja, ik heb zeker een paar tips. Die had ik zelf ook mogen gebruiken. Um, toch wel echt op tijd uit huis gaan. Je kan. Toen ik begon met stage, nam ik de trein waar ik dan net voor negen uur zou aankomen. En als je toch professioneel wil overkomt, zou ik toch ietsjes eerder uit huis komen. En dan ben je hier, maar ook al ben je er al tien minuten eerder. Je geeft wel echt een professionele houding toe aan je stage. Ik zou ook zeggen: probeer gesprekken aan te gaan met je medestagiaires en um, je praktijkbegeleiders. Want. Zo hoef je niet de eerste twee weken echt op jezelf te zijn en dan begin je elkaar ook beter te leren kennen. Dat ze echt tips die ik dan zal geven aan nieuwe stagiaires. Of voor dat die voor het eerst stage gaan lopen. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, ik ook. En uh, ja, gewoon naar de stagebegeleiders luisteren, dit, dat en zo. En wat meer dan zeggen, gewoon op tijd komen en dan komt het wel goed. En hoeveel stages hebben jullie al gelopen? Oh, heel veel. Echt? Echt? Hoeveel? <laughs> uh, ik heb bij uh, voetbalclub stage gelopen. Bij mij in de buurt. Ik heb uh, bij Scapino stage gelopen. Toen ik bouwopleiding deed, heb ik daar ook stage gelopen. ICT stage gelopen. Ik heb uh, nog een marketing communicatiestage gehad. En uh, dan is dit, denk ik, me dus bouw, Scapino voetbal. voetbal. Bouw uh, ICT. Bau, ICT. Flowbureau, flow uh, paintball uh, gedoe, heb ik al een stage gelopen. <laughs> ja, <laughs> ik ja, heb kapot van gelopen. <laughs> <laughs> ja, hebt dan wel echt heel veel ervaring. Een bedrijf kan niet tegen jou zeggen dat je geen ervaring hebt. Nee. Hey. <laughs> <laughs> nou, Ik vond het heel erg leuk om met jullie te praten. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het delen van jullie verhalen. En bedankt voor de gezellige middag. Ik hoop dat jullie, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en hier wat aan hebben. Wil jij meer content van ons zien? Volg ons dan op Instagram en TikTok. A uh, Wat? Wat staat hier? Wat? <laughs> ja? Ik vond het heel erg leuk en ik wil jullie nogmaals bedanken voor het delen van jullie verhalen. En bedankt voor de gezellige ochtend. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en hier wat aan hebben. Wil je meer content van ons zien? Volg ons dan op Instagram en TikTok at greenoffice. Ik zie jullie weer de volgende keer. Dag! Doei, Doei.